Jullie hebben net de eerste voorwedstrijd geroeid en zijn tweede geworden. Morgen herkansing. Kun je iets vertellen over de race, hoe het ging? Nou, het oproeien ging echt heel goed eigenlijk. Dus dat was, we hadden wel heel veel vertrouwen erin. Maar we kwamen uiteindelijk niet zo goed uit de start. En het was een beetje rommelig. En op de 1000 lagen we eigenlijk nog wel gelijk met de Duitsers. Polen waren heel hard van start gegaan, maar goed. Daar hadden we wel van verwacht dat we die wel weer bijliepen en dat was ook zo. De 800 kwam er een sprint en die kwam er eigenlijk heel goed uit. En we kwamen wel mooi in een ritme, maar ja, op een of andere manier konden we dat niet doorzetten. En uiteindelijk hadden we het gewoon zelf initiatief moeten nemen in de eindsprint en dat deden we te laat. En toen waren de Duitsers weg en ja, helaas. Hadden jullie dat van de Duitsers wel verwacht? Is dat een geduchte tegenstander? Ja, natuurlijk wil je graag winnen van de Duitsers. Dat altijd. Maar het spant er wel vaak om. Maar we zullen in de finale nog wel zien. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus dan kunnen we het goed maken. Nou is het hier behoorlijk heet. We komen net uit het koude Nederland. Hoe is die omschakeling voor jullie? Want jullie zijn hier nog maar net. Ja, klopt. We proberen onszelf gewoon weer koel te houden met veel water van afval drinken en natte shirts en even je voet in het water. En dat is eigenlijk wat we in Luzern ook hadden. Toen was het nog veel warmer. En dan ben je er wel aan gewend. Maar het voelt een beetje hetzelfde als in Luzern eigenlijk. En daar hebben we kunnen oefenen daarop. Dus het gaat wel.